En van funky music weer terug naar Celine Dion. Ja, dat is natuurlijk allemaal van de film, maar we gaan nu praten over de real deal. Hij heeft een fascinatie voor de Titanic. Jerry Vondeling uit Hoogveen, goedemiddag. 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 Ja, ik hoor jou luid en duidelijk. Ja, misschien heb je Team Malbal of iets dergelijks. Ja, die heeft een beetje storing vanmiddag. Kan maar zo, hè? Ah, oké. Vertel. Een tijdje geleden was mijn collega Janine nog bij jou om jouw verzameling te bekijken voor onze zomerserie. En ja, er ontbrak nog één essentieel onderdeel aan die verzameling. En die heb jij nu kunnen toevoegen, toch? Ja, dat klopt. Vertel. Nou, ik heb onlangs een stukje roest van de Titanic aan mijn verzameling kunnen toevoegen. Een stukje roest? Dat klinkt heel oneerbiedig. Ja, hè? Nou, er zijn natuurlijk in de jaren stukken van de Titanic boven water gehaald, waaronder één groot stuk van de romp en een boulder en al dat soort dingen meer. En bij onderhoud of conservatiemethoden zijn stukjes roest losgelaten. En die werd op een gegeven moment op het internet bij de White Star Memories te koop aangeboden. Uh-huh. En voor een redelijke prijs kon ik daar een stukje van de Titanic aan mijn verzameling toevoegen. En de White Star, dat was de rederij die de opdracht heeft gegeven om de Titanic te bouwen, toch? Ja, dat klopt. En even een stapje terug. Waar komt die fascinatie voor de Titanic eigenlijk vandaan? De mensen die dat stukje op gezien hebben op tv, die hebben natuurlijk het boek 75 jaar Titanic gezien. Mm-hmm. Dat was toen de tijd nieuw in de bibliotheek, 1987. Dat hebben mijn ouders toen meegenomen en ik heb het gelezen en van voor naar achter. En de foto's die erin stonden waren interessant en zo is het uiteindelijk gaan ontstaan. Ja. Jaren later kreeg ik natuurlijk die film en dan wordt het nog een keer verder aangewakkerd en zo wordt het dus een fascinatie geboren. Wat vond je van die film? Het was de film waarvoor ik denk ik voor het eerst als kleine Thomas lang mocht opblijven om die film helemaal uit te kijken. En ik ging huilend op bed uiteindelijk. Oh ja. Maar wat voor gevoel had jij bij de film? De film was qua uiterlijk heel goed. Dat je kon zien, zo zag het schip eruit. Maar het verhaal, waar de personages zoals Leo of hoe je die... Jack en Rose, ja, precies. Jack en Rose, dat waren bedachte personages. Die hebben niet echt bestaan. Alleen alles wat er om hen heen gebeurde was dus wel zoals het was geweest. Mm-hmm. Maar de regisseur James Cameron heeft ook zelf gezegd, hè, het is geen geschiedenisverhaal. Het is een love story op de Titanic. Ja. Dus er zitten wel geschiedeniselementen in die waarheidsgetrouw zijn. Maar het is eigenlijk gewoon een mooie Hollywoodfilm. Daar gaat het om. Ja, precies. Precies. Ja. Ja, wil je echt een film zien die dus waarheidsgetrouw is, dan zou je Night to Remember moeten kijken. Night to Remember. Want dat gaat over de beruchte nacht dat ze de Titanic tegen die ijsschots aanvoer in 1912. Ja. Ja, dat klopt. Precies. Hey, zeg, jij bent vast ontzettend blij nu dat je een echt stukje Titanic in huis hebt. Ja, het is natuurlijk het topstuk van de verzameling op dit moment. Absoluut. Want dat was het. Jij had wel dingen van zusterschepen die eventueel in die zusterschepen zaten. Zoals menukaarten, een serviesgoed, soort dingen. Maar dit is echt een tastbaar dingetje van de Titanic zelf. Ja, dit is waar je in een persoonlijke verzameling niet dichterbij kan komen dan wat je hebt. Niet dichterbij de Titanic dan dit stukje roest. Dan ga ik even een oer-Hollandse vraag stellen. Wat kost dat? ik heb het voor een redelijke prijs kunnen krijgen. Dat is rond de 40 pond. Dat is omgerekend ongeveer 50 euro. Oh, nou, dat vind ik meeval eerlijk gezegd. Ja, precies. Ja. Daarom. Okay. Het is een onderdeel van de Legacy Collection. En er zijn wel onderdelen die dus nog duurder zijn. Maar dit was een gelimiteerde oplage. Precies. Beschadigde verpakking. Ja. Wat erin zit is nog is gewoon goed. Dus ja. Nou ja, jij bent in je nopjes. Ja, precies. En stopt nu de verzameling of is dit nu gewoon... Nu ruik je bloed. Nu wil je ook gewoon meer. Nu wil je gewoon echt een groot stuk reling van die Titanic. Ja. Nou, de verzameling stopt natuurlijk nooit. Hè. Er is altijd wel wat om te verzamelen. En er is altijd wel iets wat er nog toegevoegd kan worden. Maar we gaan altijd weer op zoek naar het volgende stukje van de verzameling. Ja. Ik wens je veel plezier met dat stukje. Dankjewel. En als jij nog meer verzamelingen of nog meer dingetjes van de Titanic te weten bemachtigen, laat het even weten. Gaan we weer even bellen. Komt goed. Dankjewel. Fijn weekend, okay. Jerry. Hoi, hoi. We can do better.
can do